Goedenavond, welkom bij de compilatie van Dit Was Het Nieuws. En we beginnen met... Ken en Barbie hebben groot nieuws. Kruidvat stunt met laserbehandelingen. Kruidvat gehoorapparaat laat ook veel te wensen over. Ook vierde zangeres Luf teruggevonden. Terugtrekking van Nederlands leger uit Afghanistan gaat zeker 200 jaar duren. Nederlands grensbeleid steeds strenger. Raymond van Barneveld dart in zijn eentje. FIFA experimenteert met nieuw knock-out systeem. Ook verkiezingsbus LPF toert weer door Nederland. Al-Qaeda houdt open dag. Chinese auto komt niet door keuring Afghaanse Consumentenbond. Nederlandse gevechtshelikopters werken met zwaar verouderd verkenningssysteem. En voor de mensen die er geen genoeg van kunnen krijgen, nog één keer. Ik ben geen Hemingway, ik ben de eerste ronde. Beelden uit het nieuws van de afgelopen week met de vraag, waar gaat het over? Ja, dat is... Kennedy. Moord. Ja. Kennedy, 23 november hoor ik hier. 1963. Oh, ja. Het eerste programma werd uitgezonden. Ja, weet je nog precies waar ik was? Ik ook. In de wieg. Dus één van de acht. Even, nee, dit zijn allemaal moorden, toch? Ja, allemaal moorden. Nee, Elvis Presley is niet vermoord. Ja, maar Elvis is, die is toch gewoon dood gegaan? Nee, nou, nee. Maar de verhalen zijn altijd, volgens mij, hij was nog niet dood. Of er waren al verhalen dat hij niet dood was. Dat hij optrad nog. Dat hij optrad of in een super, dat hij in een supermarkt rondging. Gesignaleerd was bij de jail-afdeling. Ja, maar dan denk ik van, als je nou Elvis bent en je bent dood... Maar je bent niet dood. Je doet net of je dood bent. Dan ga je toch niet daarna in de supermarkt rondlopen? Met zo'n pak. Of hij moet gerukt zijn. Nee, je wil dan niet dat mensen het weten. Nee, ik begrijp het gewoon niet. Wat is nou? Hij had eten nodig. Hij was toch heel dik in die tijd? Ja, je hebt toch gewoon een ander pak? Je gaat toch niet met een gitaar en een pak en een zingend? Nee, ik ben er niet. Nou, nee. Maar hij heeft gezegd dat er hangen twee lijken tussen de schuilmuren. En toen hebben ze die schuilmuur weggehakt. En toen bleek dat niet zo te zijn. Nou, einde onderwerp. Ja. Dit is bij mijn schoonmoeder beneden. Is dit, hè? Dus ik schrok bij me kapot. Want ik dacht, als daar ruimte is, nou, mijn schoonmoeder wil ik daar ook af en toe. Nee, is heel lief mens, hoor. Maar af en toe een half uurtje in de spouwmuur. Zei, nu mag je er weer uit. Ik ben laatst over de tong gegaan bij een entertainmentjournalist. Pardon? Ik zal me niet vertellen wie. Albert Veen? Nee, dan geeft die man te veel credits. Maar er is echt waar op televisie een foto van mij in beeld gekomen. Ach, echt? En toen hebben ze gezegd dat mijn relatie over is. En dat ik nu doorga met Aad. En Aad is mijn hond, maar dat hebben ze er niet bij gezegd. Dus ik, ja... Ik word nu heel vaak aangesproken op straat. En niet altijd naar mijn zin ook. Mijn schoonmoeder die was kwaad vorige week, man. Wat had je gedaan? Nou, ik vertelde over die ingemetselde mensen. Dat was bij haar beneden. Dat je dat met Holleden dat er zo'n ruimte was. Oh, ja. Dat het bij haar beneden was. En dat ik op zich haar een heel leuk mensen. Maar als ik haar een half uurtje ook achter die muur kan zetten. Dat ik dat wel handig vind. Maar dat is echt zo'n schoonmoeder. Die dacht gewoon. Ja, nee, maar serieus, hè? Ja, echt. Gewoon, ik wou aan de telefoon komen. Nou, dat was helemaal niet de bedoeling dat ik nog überhaupt aan de telefoon kwam. Dus ik ben nu echt een ruimte aan het maken. En dat half uur is verlengd met 6 dagen. Ja, ik vertrouw niemand bij RTL Boulevard behalve Daphne Bunskoek, natuurlijk. Ja. En Albert Verlinde ook. Nee, vertrouw ik ook niet. Ook niet? Nee, man. Waarom niet? Hij maakt hartstikke mooie musicals, toch? Goed. Dus Mark Rutte kan doorkomen. Nee, ja, dit gaat over voetbal. Scheidsrechter. Zeg nog niets, hè. Supporters. Heeft dat niet met die omkopingtoestand te maken? Heeft dit met de omkopingtoestand te maken? Ja, ik zag een discussie.
gaan ze er in het WK proberen op te letten dat er niet wordt omgekocht? Mm-hmm. Ja. Nee, maar tijdens het WK gaan ze wel letten op Schwalbes, heb ik gelezen. Ze gaan letten op Schwalbes. Schwalbes is meteen rood. Elleboogje is meteen rood. Dus dat soort dingen worden echt in de hand gehouden. Elleboog met springen. Elleboog met springen. Ja. Gewoon het hebben van een elleboog aan zich. Hij was voor de bal. Is een reden. Dit was een elleboog. Nou, dat laten we nog één keer doen in de herhaling. Heerlijk. Ik heb het zo naar mijn zin met jouw elleboog. Nog een keer? Ja, nog één keer. Doe hem even in de herhaling. Ja, doe het even, ja. Ja, de bal zit er toevallig. Ja, maar speelt dat was inderdaad. In de herhaling kan je wel bijten. Mijn, wat ik zo merkwaardig vind in de hele samenleving op het ogenblik, dat de agressie ligt voor het oprapen. Tenminste, is mijn ervaring. Ja. En mensen, je moet maar eens opletten als je op straat loopt, je kijkt iemand gewoon aan, zoals je wel eens iemand aankijkt. Hè? Een meneer of mevrouw, maakt niet uit. Dat als je iets te lang kijkt, dan is het al bijna, moet jij een klap voor je hartstikke hebben. Waar dat vandaan komt, begrijp ik. Waar die sluimerende agressie vandaan komt. Ja, dat vind ik agressie raar. En angst. Want als je gewoon, ik heb wel eens ook s'nachts de vuil, als ik zou de vuilniszakken buiten zit. Maar nee, je wou zeggen van boven naar beneden gooien. Ik gooi die naar beneden en dan loopt er iemand onder. Nou, dan moet je zo horen schreeuwen. Ja, ik heb een televisieprogramma gepresenteerd voor SchoolTV. Nou, over leuk. Europa. Dit is Europa. Europa bestaat uit vele landen. Het is VWO, hè? En, het is niet meer wat het geweest is, Rob. En ik was daar in het Europarlement in Straatsburg. Bijzonder. Erg leuk. Leuk. En, ja. Ik ging uit, en dit is, je gaat nu keihard lachen. Ik ging uit in Straatsburg, in een kroeg. En ik kom binnen. Wie denk je dat daar zit? Die vrouw met dat ooglapje van vorige week. Ik zweer het je, waar jij die grap over hebt gemaakt. Welke die werkt dus in het Europarlement. Met dat oor en dat... Ja, dus met vorige dat week oor. Had haar... Oh, ja, ja. En die zat daar en die kreeg mij in de smiezen. Duurde even natuurlijk. En toen... maar die... Die was not amused, dat moest ik even zeggen. Die vond het echt heel vervelend dat we grappen over haar hebben gemaakt. Dus ik zou graag voor haar nog een keer de filmpjes willen laten zien. Bij deze. Nog een keer. Voor u, speciaal. Ah, zeg even sorry. Sorry. Sorry, mevrouw. Gaf je nou een knik omhoog? Ja, je gaat een knik. Zeg je er gewoon sorry, oude zeerover. Waar was je papegaai? En je haak. Ja. Ik was deze week bij de mini-WK indoor. De indoor, dus 7 tegen 7. Ja. Ja, dit is geen grap. Dit is een serieus voetbal. Ik heb ergens een foto gezien waar je opstond, ja. Echt waar? Ja. 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 Dit is Oud Oranje was dat. Met Van Hooijdonk, Reggie Blinker, Ron de Boer, John van der Brom. Dat soort spelers. En speelden we tegen Argentinië, Spanje en Brazilië. Daar speelden we tegen de auto boven de 5. En ik was de coach van Oranje. En daar gaat het nou net om. Ik werd ingevlogen de tweede wedstrijd. Want de eerste wedstrijd die was verloren gegaan tegen Brazilië. Toen heb ik meteen de coach eruit gegooid, toen ben ik coach. Want toen heb die Argentijn, dat was dus Maradona was er ook bij. Die beuken iedereen omver. Maar wat heb jij kunnen betekenen? Tactisch. Ik voor het elftal, want daar gaat het ik heb de neus dezelfde kant op gezet. Ja. Dat is mijn specialiteit. Ja. En voor onze specialiteit. En ik heb gezorgd voor de teamgeest. Ik zei, jongens, er is een tijd van werken, maar er is ook een tijd van ontspannen. Kijk. Dus we zijn de eerste nacht dat ik arriveerde tot 4:30 uitgegaan. En toen heb ik gezorgd dat één speler, die kwam met een vrouw thuis. Ik mag zijn naam niet noemen. Maar doe hem eens na, heb je... Nee, ik kan hem niet nadoen, maar hij... ik geef geen hint, want dat weten mensen. Maar die kwam thuis met een vrouw. En die probeerde haar te betasten. Maar toen bleek deze schitterende vrouw een man te zijn. En dat is zo goed geweest voor de teamgeest. Want wij hoorden hem gillen en wij hebben vanaf 5:00 tot 9:00 enorm gelachen. Dat is triest, zeg. Mensen laten zich in de nachtwacht schilderen. In China. Oh. In China. Dus dan kan je foto opsturen en dan kan je daar geschilderd worden? Ja, dat zijn van die mensen die al 3 keer in Volendam zijn geweest. En zich al 3 keer in zo'n kostuum hebben laten hijsen. En die dachten, we moeten nou toch een stapje verder. Frans Banning-Kok of Willem van Ruitenberg, die twee. Hoe weet ik het verschil tussen Frans... De een staat links en de ander staat rechts. Ah, oké. Okay. Want officieel is het de compagnie van die twee kerels. En omdat het zo donker was, noemen ze het de nachtwacht. Oh, nou, nu heb ik weer wat geleerd. U weet veel van kunst, hè?
Ik ben veilingmeester geweest. Ik heb het gestudeerd, ja. Echt gestudeerd? Ja, ja, een beetje blijven hangen dan. Ik ook. Ja. Kijk. Ja, ja. Ja, echt? Dan ja. weet je ook wanneer de nacht wat geschilderd is. Ja, dan weet je dan ook. In de nacht. Ja. Ja. Ik vind een veel ernstige zaak de totale verloedering. In het algemeen of aangaande de sport? Dat kun je niet ontkennen. Er is een geweldige verloedering aan de gang. Er zijn mensen die halen hun 40ste niet op schone voeten. Nee. Nee. Leg dat eens even uit. Blessures. Oh, ik dacht, nou doe je op de hondenpoep, maar dat is het niet. Gewoon trappen. Je vallen zo scherp uit dat die mensen niet meer kerngezond... Ik vind het echt gruwelijk. Wat je ook ziet op de televisie. Je ziet die man toch... We hebben het net gezien bij een van die proefopnamen. Die man die een soort... Ja, een sprong uitvoert. Dat doe je op als je van een schip dat in de zee zinkt. Doe je dat. En daardoor die man met dat hoofd raakt. Want ik ja, dit is gewoon een levensgrootte. Nee, maar je vindt het gewoon de sport. Maar wanneer was het dan wel mooi? Was het vroeger geen... Nee, ik zeg niet mooi of niet. Het is nee, natuurlijk maar werd er vroeger niet gebeukt. Door de schoonheid van het spel is veel groter geworden. Maar... En door die schoonheid van het spel kan er veel meer geflikt worden. Dat zie je toch? Door de schoonheid van het spel kan er meer geflikt worden? Ja. Natuurlijk. Dus door de schoonheid zien we minder. Je ziet allerlei trucs en geiligheden. Die zie je niet. Ook de scheidsrechter misten. Oh, maar dat is toch ook omdat het gaat dat is te heel snel. Erg, dat is heel erg. Of vind jij het leuk als je zo'n van 20 half krom? Nee, ik probeer je te begrijpen. Ik vind het heel moeilijk, maar... Maar is dat niet te snel? Het is onherroepelijk een verloedering aan de gang. Ja, dat wel. Maar of dat door de schoonheid komt. Ik vind de schoonheid nee, de snelheid, en de verloedering. Maar... De snelheid, daar komt het door. De schoonheid en de snelheid zijn allemaal toegenomen. En de belangen zijn groter. Je kunt die wedstrijden naast elkaar zetten op televisie, dan zie je die verschillen. Maar je ziet niet die interne trucs. Die je scheidsrechter maar zeggen. Wat trucs? Ik zie het niet. Maar nee, dat kan toch niet? Ik zie ze ook niet. Ik kijk wel, maar ik zie het niet. Dat is juist het punt. Het gebeurt wel. Hoe kan je dit wel aanpakken? Hallo? Hoe kan je dit wel aanpakken? Ik denk toch... Meer scheidsrechter. Nee, ik denk toch een veel scherpere... Ik bedoel, dat gele en rode kaart, dat is veel te zwak. Nee, dan lachen ze ziek om een gele kaart. Een schot in de knie? Dan lachen ze ziek. Moet veel scherper, veel directer. Maar welke interne... Dan houden ze op. Als je snel een rode kaart geeft, dan houdt het op. Ja, dat klopt. Dan houdt het op. Nee, echt hou waar. Maar lieve jullie doen het, maar het is nou wel waar. Alleen het probleem is, je ziet het niet. Nou, het probleem is dat we niet weten welke interne trucs heeft u het dan. Die zie je niet. Die zie je niet. Dat zegt nee, u toch? Nee, maar u weet die welke interne niet. Trucs het zijn. Die zie je die niet. Die zie je niet. Hopeloos. Dit is hopeloos, ja. Ja, dat is een hopeloos geval. Ja. Er is niet veel aan te doen. Kijk ik nou ben al drie keer in turn. Ja, nee. Kijk nou eens ik heb al drie ellebogen van hem gehad. Wij zijn al drie keer voor Klaas gewisseld. Heeft ook niemand gezien. Ik ben al thuis te zien. Ik heb het over corners. Ja. U hebt dus in het Nederlands zelf gezegd... Ziet u wel eens wat er in het cornergebied gebeurt... als die corner dreigt genomen te worden? Ja, klopt. Heb u dat eens goed gezien, wat er daar gebeurt? Links en rechts zie je hoe de mensen elkaar vastpakken. Ja, handen ja, ja. voor elkaars ja. ogen. Aan elkaars lul trekken. Oh. Nou ja, zeg, dat zou je niet vertellen. Ik denk, zit lekker aan mijn lul te trekken. Gaat u dat meteen? Een miljoen mensen weten het. Het is heel erg. In welk gebied was dat? Het schijnt dat Duitsers altijd in de laatste minuut klaarkomen, wist je dat? Altijd die laatste minuut. Waarom worden de musea nou niet gewoon gratis gemaakt in Nederland? Dat kan, maar dat is doodzonde, want al die mensen, al die toeristen die komen, die betalen dan ook niet meer. En daar verdienen we het meest aan. Ja, maar voor ons? Uw staatssecretaris Van der Laan die heeft diverse idiote plannen bedacht. Maar een van die plannen is om te veel geld in allerlei... Dan moeten musea hippe dingen gaan doen en rap moeten ze dan doen om dan de jeugd binnen te krijgen. Dat is allemaal van het soort onzin gelul. Nee. Gewoon musea gratis maken. In Engeland werkt het al. Voor heel veel mensen is het al gratis. Voor kinderen is het gratis. Voor mensen die alle mogelijke... passen hebben van NS-passen en weet ik wat, is het gratis. Dus als je echt vaak naar een museum gaat, is het bijna altijd gratis.
Alleen die toeristen betalen nu, daar verdienen we aan. En het echt voor iedereen gratis maken, en dus ook voor die toeristen, dat kost tientallen miljoenen per jaar. Nou, dat moet, dat is een keuze, kunnen we met z'n allen doen. Alleen onderzoek heeft uitgewezen dat er dan echt niet meer mensen naar een museum komen. En overigens, die rare plannen die jij noemt, doen dat wel. Ik heb in Leiden gezien dat toen het Museum van Volkenkunde 's nachts openging en je daar dus door al die cultuur een beetje bij nachtlicht liep, hè, een beetje nachtwacht. Dat trok mensen. Dus als musea... Musea 24 uur per dag open, dat zeg ik. Dat je ook s'nachts gewoon met je meisje, dat is hartstikke romantisch. Mm-hmm. Ja. Dan kan je onder zo'n raam staan. Ja, precies. Waar het maanlicht doorkomt. En dan, ja. Naast het dinosaurium. Dat is toch mooi? Ja, lijkt dan, me wel wat. En dan je meisje ten huwelijk vragen. En knijp, ja, dat is wel mee. Een hele aparte. Dat is toch prachtig, hè? Ja. Hey, als jullie weer de tongen, dan gaan we allemaal lekker weg. Ik had van die Friese doorlopers, dat waren ook al klapschaatsen. Want op een gegeven moment hingen die echt zo helemaal naast je. Je kon gewoon niet schaatsen, dat is nee, totaal niet. Ik had van die slappe enkeltjes. En dan, ik deed het altijd achter. Ik had een vriendin, Olga, en die zat dan op een barkruk. En dan ging ze met haar gezicht naar mij toe zitten. En dan duwde ik haar zo voort over het ijs. En dan moest ze af en toe omkijken of er ergens een wak zat. Het waren mooie schaatstochten. Ja. Olga is niet meer. Meer looppartijen, toch? Want jij liep naast die schaatsen, zeg je net. Ja, nou, het was een soort kruising tussen klunen, schaatsen en een soort voorloper van Nordic walking. Dat was het eigenlijk. Ja, maar is Olga gebleven? In een bak. Nee, nee. Olga is dood. Oh. Is dood. Ja. Hé. Hey. Nou, en, ja, jij nog overleden vriendinnen? Nee, ik helemaal niet. Laten we het hier over de hete zomers gaan hebben. Ik ben één keer bij een wedstrijd van het Nederlands elftal geweest. Eén keer maar, ja. Eén keer, dat was de laatste keer. En daar zaten om me heen zaten allemaal mannen met toeters. Irritant. Maar echt keiharde toeters. Dat je niemand zit op jou te wachten. Er is niemand om die man heen die zegt, nou, ik hoop dat die gast met die toeter er weer is. Niemand. Ook niet met z'n allen. Als ze met ook niet met z'n allen. En dat zijn mensen die hun toeters terug gaan horen op televisie. Dat, ja. Dat soort mensen zijn dat. Die dan zeggen, schat, hoor je dat? Dat is mijn toeter. Dat soort mensen zitten er op de tribune. Vroeger had je dat volgens mij veel meer toeters, hè? Heel veel toeters. Trommels. Ja, ik vind muziek nog wel leuk. Maar ik vind het hele gedoe... Dat maar jij vindt muziek, dit is gewoon, dit is werkelijk je trommelvlies weer op de middenlijn. Irritant, bedoel jij? Ja, zo'n keiharde toeter met luchtdruk die eruit komt. Oh, ik dacht dat uitschuifding. Je bedoelt echt zo'n... Ach, dat soort ja, dingen. Gasten, man. Ja, dat is heel erg, ja. Dat is heel ja, dat, die bedoel ik. Ja, die zo bij je oor gezet worden. Ja, die, en die wordt bij mijn oor gezet, omdat ze denken dat ik dat leuk vind. Ja, jij vindt dat leuk? Jij bent toch van tv? Dan krijg je dat. Ja. Maar wat doe je dan? Wat ik dan doe? Ja, juichen. Ik weet niet, ik doe maar mee, weet je wel. Er zijn mensen met dingen op hun hoofd, klompen op hun hoofd, vlaggetjes geschilderd. Dat zijn allemaal mensen met gezinnen. Denk daar eens over na, weet je. Rood, wit, blauw, doe jij dat? Ik doe dat. Heb je ook oranje spullen in huis? Ga je, hoe kijk jij? Hoe kijk jij voetbal? Ga je gewoon rustig? Geen barbecue met buren. Ik woon in een straat waar ook niemand er iets aan doet, keurig. Maar je gaat wel allemaal kijken, toch? Mensen keurig in huis. Ja, maar dat zijn de interne trucs, hè? Dat zijn de goede kijkers. Ja. Ja, maar hoe kijk jij? Hoe kijk jij? Ga je rustig zitten met wat vrienden of met een fles wijn? Of nee, ik kijk altijd alleen. Ja? Ja? Gezellig, ja. Nee. Ik scheid ermee uit als ik zie dat de wedstrijd niks wordt. Als het 6-1 staat voor Duitsland, hoef je niet te blijven kijken. Dus nee. Het is afgelopen. Ik heb een tuintje. Ik woon op een benedenwoning. Ik heb een tuintje. En daarin staat een rhododendron. Ja. Dat is zo'n grote plant, weet je. En je merkt met dit weer, want het regent af en toe. En de zon schijnt af en toe. Dus dat ding groeit enorm. En het is wel mooi. Ik ga iedere avond dat even kijken. En dan zie je dus van die lichtgroene stukken eraan komen. En dan de volgende ochtend ga je. Nee, maar serieus. En de volgende ochtend kijk je weer en dan is hij gewoon echt een stuk gegroeid. En ik word daar zo nerveus van. Ja, ik kan daar zo niet tegen. Overdreven klant vind ik het. Dat zeg ik ook tegen hem. Doe nou normaal, jongen. Doe nou maar rustig. Je staat gewoon in een tuin. Opstellen. Ik dacht, je moet gewoon groter gaan wonen, man. Ik dacht vroeger altijd dat... Wij hadden ook rhododendrons thuis en dacht ik vroeger altijd... Ze zitten gewoon in een tuinprogramma ineens. Ja. Het gaat over het weer. We hebben eindelijk iets gevonden waar we allebei over eens zijn. Dacht ik altijd vroeger dat rhododendrons waren. En witte en paarse dendrons. Maar dat was gewoon dat het rhododendrons... Dat heb ik heel lang gedacht. Blauwe regen. Witte dendrons. Ja. Ja, en jou, hoe is het met jouw rhododendron? Die zijn dood. Dat is bij alles wat je hem nu gaat vragen. Het is heel naar verhaal. Kunnen we niet vertellen. Heel naar verhaal. Heb je hem op een barkruk gezet? Nou. Ja, jongens. Kijk op. Zeg jij, praat je hard op? Kijk op, nee, absoluut niet.
Ik zie alleen hoe die spelers... dat is vorm, ook zo erg. De vorm, van een speler, de vorm van een speler kun je peilen. En hoe, die kun je peilen als je goed kijkt naar een wedstrijd of op de tv. Kun je de vorm, de specifieke vorm van een speler, die heel verschillend is, kun je peilen. En, maar kun je daar... Je ziet bijvoorbeeld... Wat, pardon? Sorry, nee, hoe, je ziet bijvoorbeeld... Ja. Sorry, ga door. Hoe zie je dat? Want Cruijff kan dit ook. Nee, dus Cruijff kon dit ook. Ik snap ook eens waarom we in eentje naar de wedstrijd zitten kijken. Nee, deze man weet heel veel van. Iemand heeft zijn draai. Je ziet het gewoon. Bijvoorbeeld, ja. Wie heeft nu de vorm dan bijvoorbeeld, op dit moment? In Nederland zelfs al? Ja. Ik dacht alleen die keeper. Die is altijd solide en die maakt nooit een fout. Maar hoe zie je dat? Zeer solide, die maakt ze zoveelste toernooi. Dat vind ik een zeer gedegen man. Maar Van Persie maar, schijnt in vorm te zijn. Van Persie, daar heb ik gruwelijke wedstrijden van gezien. Dat je de zomeravondcompetitie, daar hoort hij in. Maar nu welke decoder heeft hij thuis? Bordelen in Londen, daar hoort hij in. Maar ja, ik geef je alle kans om iets moois te zeggen. Ik mag toch zeggen wat ik wil? Ja! Ik ben er niet blij mee, maar het mag. Ja. Het motto van de Oranje supporter. Ja, wie is er dan wel in vorm? Ik vind Schneider, hè? Schneider. Schneider? Schneider. Oh, daar luister je Schneider. Ik vind het ook krankjoren dat ze overwegen om hem niet op te stellen. Want die man heeft sinds die beroemde doorbraak met de Nederlandse afval... heeft hij alle wedstrijden gedomineerd. Zoals die man, die beruchte middenvoor waar u het net over had. Hoe heet hij? Uit een bos. Die in Engeland voetbalt. Ruud van Nistelrooy. Ja, heeft hij ooit uitgeblonken in een wedstrijd? Ja. Heeft hij ooit uitgeblonken? Oké, we hebben een kick, we hebben een squiz en we hebben een Schneider. Heb ik wel. Ons team begint contouren te vormen. Nog acht. Er is al een driehoek. Goed gedaan, zeg. We hebben een driehoek. Driehoek. Ja, ik zat in Litouwen deze week. Ik heb het allemaal niet kunnen gezien. Ik ben daar wel eens geweest, Litouwen? Nee. Heftig, hoor. Ja? Heftig land. Nou, het is namelijk, het was onder de Sovjet-Unie, maar nu is het apart. Uh-huh. Nu is het een Europees land geworden. Uh-huh. En dat merk je in alles. Maar het was eng. We liepen over straat op een avond. En toen kwam er een man naar ons toe. En die zei, do you want to suck my dick? Maar dat zei hij een beetje agressief. Hij was of dronken of stoned of allebei. En hij begon, maar het is wel eng, want je bent in een vreemd land. En je denkt, ja, ze zijn allemaal gek hier. En toen begon hij te roepen, do you want to suck my dick? Do you want to suck my dick? Maar ik heb ergens gelezen dat als mensen zo agressief zijn, dan zijn ze dus in hun hersenen heel erg goed bezig. Dus je moet ze eigenlijk daar ook pakken. Dus ik heb gezegd, not right now, but I'm gonna eat something first, but in half an hour I'm ready for it. En toen was hij helemaal, toen bleef hij staan, was hij helemaal flabbergasted en ik ben hem weggerend. Goed, hè? Zo moet je dat doen, dat soort dingen. Aha. Mooi verhaal. Was het een aantrekkelijke man? Of... Totaal niet. Nee, het was een man uit Litouwen. Het was Litouws. Maar wat is nou echt? Wat is nou voetballer waar u wel van geniet? Want u heeft alleen maar voetballers die. Ik heb verschillende genoemd. Daar geniet Bergkamp. Ik van. Ja, daar Bergkamp. Geniet ik van. Maar en hoe geniet u dan? Zit u nou op je stoel en dan? En zo'n viespeuk als Kluivert. Daar geniet ik van. Als je hem ziet spelen. Ja. Dan is het een ander mens. Ja, dus je moet nog veel laten spelen. Weinig overtredingen. Ja. Het is een groot artistiek speler. Die aanvoelt wat een ander denkt, dat doet hij al. Het is een centrale middenvoor geweest. In 1990 was hij de ster van de EK. Die man is heel groot. Maar ja, dat staat tegenover dat het een vervelende man is. Dat staat in dat boek. Nou ja, dat is toch leuk? Dat boek geeft beide kanten van die man. Ja. Het is een etter van een figuur. Een etter. Daar rijdt iemand dood en 14 jaar later, een week voor het verschijnen van het boek, komt hij toevallig, het is werkelijk ongelooflijk, heeft nog nooit geïnformeerd naar die vrouw die het overleefd heeft. Dat een week voor het verschijnen van het boek, denkt hij, nee, die moet ik een sms'tje sturen. Zeg even, door een sms'je sturen. Dat vertelt hij prachtig ook. Je wilt niet zeggen. Maar het is wel een viespeuk, hij heeft wel gelijk. Twee kanten. Het zijn twee kanten. Nou, gaat het ooit ophouden, Peter? Corruptie. Nee, corruptie is ingebouwd. Ik ben zelf ook corrupt. Ik bedoel, je bedoelt het goed en dat gaat steeds toch een beetje mis.
Bijvoorbeeld de blauwe enveloppen die bij mij altijd binnenkwamen, die gingen de voordeur in, achter de deur eruit. Dat ging jaren in, jaren uit. Die corrupt is vrij dom. De dom. Ja. Ja. En toen, die krijg je gewoon, geld bij. En toen eindelijk, na 5 jaar, zat er een man hem vast. En toen en die zei Fabio, je moet betalen. En toen gat in mijn hand. Ik zeg, ik heb geen geld. Ja, ik heb altijd wel geld, maar het is ook meteen weg. Dus ik moet altijd balanceren. En balanceren is misschien een beetje corrupt. Een beetje wat nemen en wat geven. Wat kom je er dan mee weg? Zeggen ze, rare acteur. Nee. Ik kreeg een gepensioneerde belastingdeskundige met een hobby astrologie. Die zei, ik ga je helpen, maar ik trek even je horoscoop. dan weet ik wat voor vlees ik in de kuip heb. En die zei, goh, weegschaal, mooi teken. Van de grootste puinhoop maak je iets moois. Van iets moois maak je de grootste puinhoop. Ja. En hij zei, je bent waanzinnig ambitieus. Want dat gaat verdamme. Toch? Gaat verdamme, ellebogen. Hij zegt, nee. Ambitie is je kapitaal. Ambitie is niks anders dan lust. Passie. Tot werken, lust tot doen en zo. En als je die lust geeft, die energie, dan krijg je altijd dingen terug. Geld, dus opgepotte energie, relaties, roem. Nou, in de bladen wel eens staan dat ik 4 keer getrouwd ben. Ook voor de mensen die de bladen nooit lezen. Dat klopt, ik ben 4 keer getrouwd. Dat moet je niet nadoen, kost een hoop opgepotte energie. Maar... Mag ik even wat... Kijk, ik ben niet van het Koningshuis. Jij? Niet? Ben je van het Koningshuis? Ja, dat je ervan houdt? Ik hou ervan. Ja, ja, je houdt ervan? Ik hou wel van. Nou, ik vind het allemaal een beetje onzin. Maar ik vind wel, als je het dan doet, doe het dan goed. Hè? En deze week was er een interview met Mevel en Fries ook te zien in de krant. Ja. En ik wilde even iets uit voorlezen. Want wij zijn romantische mensen bij elkaar natuurlijk. En dit ging over het feit dat ze dan bij elkaar waren geweest. En... Ja, ze zijn nu al jaren samen en ze wonen in Londen. Het ziet er allemaal heel gezellig uit. Check, hier zitten ze met z'n 2 koffie te drinken. Leuk, hè? Kijk. En dan zegt hij, zei, nee, ik had andere koffie besteld. Nou, dat is een beetje hoe de relatie nu is. Nou, en... Kijk, hij zegt hier in dit interview dat hij dus geen romanticus is. Maar toen hij haar zag, toen dacht hij, ik citeer nu, ik voelde dat zij het zou kunnen zijn. En in augustus wist ik het zeker dat zij het was. Er was resonantie tussen ons. Ja, dan ben je toch, dan ben je gewoon de prins, hè? Dit gaat dus over prins en prinsessen. Dus dan zeg je tegen de vrouw, er is resonantie tussen ons. Maar ben je toch gewoon een contract was aan het versieren, of ben ik nog? Heb jij ooit tegen een vrouw gezegd, er is resonantie tussen ons? Dat is trilt, ja, dat kan. Maar dit gaat dus over prins en prinsessen, hè? Er is resonantie tussen hun en ze leven nog lang en gelukkig. Ja. Tino Saab. Jij weet alles, Fer, dus... Ja, ja, ik heb er wel respect voor, moet ik zeggen, dat hij dat zo maar weet. Daar dan wel voor. Ja. Waar was nou, is echt... Was daar altijd ruzie, joh? Waar zit het... Altijd ruzie. Waar zit het intellect? Zijn broers, wat dat betreft, spreekwoordelijk, zoals broers, weet ik veel, in een gezin, altijd wel een goede, stevige strijd. Ja, maar spreekwoordelijk ook, daadwerkelijk. Ja, maar jullie hebben echt wel wat meer. Jullie... Wat wil je dan aan? Kun je hem in elkaar zetten? Absoluut. Maar zodra jij wat gaat zeggen, begint hij al te gloeien. Te pruttelen. Toen hij geboren werd? Ja, nou, en toen was hij zo. Dit is toch niks? Dit is toch niks? Terug! Toen komt hij ineens. Ja, nou, zo ver gaat dat al terug, weet je. Ja, de eerste hit al af. Absoluut. Je kent hem. En toen komt hij ineens. Nou, dan, op een gegeven moment moest ik hem steeds op sleeptouw nemen. Weet je, Ferdy moet ook mee, weet je. Nou ja, nee, maar het is eigenlijk... Hij is zo'n aardige man. Zo leuk ja, dan. Ja, nu even hier in deze context, maar... Nee, maar hoe hebben jullie die liedjes nou samengeschreven? Als baby was ik niet de pruimer. Is het misschien... Er is nu een... Keiharde feiten. Een hoos. Hoos aan... Hoos? Hoos? Ja, hoos. Aan die WK-liedjes. Ja. Aan? Liedjes over mensen... WK-liedjes? Die stringen zich in allerlei bochten om ook een graantje mee te pikken. Ja. Dus is er niet gewoon een lied van... Dirkje Kuyt die zit te schijten, allemaal harde feiten. Aan van der Sar is het niet te wijten, allemaal keiharde feiten. En dan maken ze het niet te wijten, allemaal keiharde feiten. Ja, Babel moet die in je bijten, allemaal keiharde feiten. Dat zou een lied kunnen zijn. Ja, heb je het dan gehoord ook zelf? Of, Nou, denk ik niet. Gaat het horen. Nou, Ali B, wat vinden we van Ali B? Ali B doet het met geiten, allemaal keiharde Ik mag er al aan.
mag ik dat zeggen? Ik heb het over Ali, hè? Over Ali mag ik dat zeggen? Ja, niet over, alle anderen, maar Ali. Nee, nee, nee. Ali, die andere baby's. Ali begrijpt dit, hè? Ja, godzie, maar dit kost me echt. Die kan hier ook wat tegen. Die kan hier ook tegen. Ze absoluut. Gaan om me heen naar krijten. Allemaal keihard krijten. Ik zit in mijn broek te schijten. Allemaal keihard krijten. Maar hij vindt het echt niks wat jij doet. Dus jij zegt de zin. Ja, maar hij vindt ook niks wat ik doe. Nee, wat voordeel van samen. Dat klopt. Voor de samen. Nee, maar hij werkt met jeugddelinquent. Ik zou het ook als ik maar hoe werkt het? Hoe werkt het? Het werkt als een soort wedstrijd waarbij we al die tijd al sinds we dat doen, schrijven en produceren en met artiesten werken en ideeën bedenken, hard moeten strijden om dat idee bij de ander te verkopen. Op zich heel erg goed, want dat betekent dat je een soort eerste ballotage hebt in de zin van je broer moet het goed vinden. Nou, dat heeft hij met mij ook al die tijd. Als het daar dan zeg maar doorheen komt, ja, dan durf je het ook zeg maar richting. Maar jullie hebben dus uiteindelijk wel een ding van Horus, dit is gewoon goed, al is het een idee van mijn broer. Nou ja, uiteindelijk moet je het wel goed vinden als als nee, maar dit is, als een hit wordt. Het is niet zo dat jij de tekst doet en jij de muziek. Nee, 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 alle twee, ja, dat ging altijd. Maar heel even, de laatste keer dat ik jou tegenkwam, toen zei ik van, je wil ze graag in Dit Was Nieuws een keer, vond ik leuk. Ja, toen precies, zei je, neem je broer mee. Inderdaad. Maar toen zei jij, dat kan niet, we hebben ruzie. Nou, we hadden ook ruzie. Maar waar ging het over? Nou, waar ging het over? Ja, we gaan het niet over. Het gaat over van alles. Ja, het gaat een leven lang aan ellende zit erin. Maar jullie hadden een beetje. Nee. Je maar het is wel altijd goed, hè? Je moet het niet weer gaan opvallen. Begin niet te gaan, want het hoeft niet te gaan. Ik vertel het zo. Voor mij er nog eentje. Ik laat me niet piepelen. Het is volgens mij zo'n citaatje die je hebt even te Napel. Dat is echt een van de eerste commentatoren op aarde. Die heeft, dit hoor je gewoon. Die heeft hele lijsten voor zich liggen. Met clichés en allemaal andere gedoe. En die moet maar eens het eerste kwartier van even te Napel. Dan gaat hij gewoon al die dingen er doorheen jassen. Het maakt niet uit of er een spijker is, harde verdediger. Of, ja, en over een doelpunt komt. Ja. Hij gaat alleen maar die onzin doen. Bij Barcelona Arsenal was hij ook de commentator. En dan... Op het eind is het heel mooi. Er zijn allemaal mensen aan het huilen van blijdschap of blijdschap of verdriet. Dan gaat hij daar gewoon doorheen lullen. Want hij heeft er nog een lijstje over. Zo erg. En maar wie moet dat dan doen volgens jou? Ja, volgens mij moet er iemand zijn die gewoon... ik ken al die namen niet, maar die gewoon af en toe wat zegt. Maar ook het laat zien. Wat hij ook doet namelijk, hij zegt wat spelers zogenaamd zeggen of denken. Dus daarom dacht ik dat het was. Dan zegt hij van, ja... Harry denkt nu ook, ik laat me niet piepelen. Dat zegt hij ook. Ja, dat zegt hij helemaal niet natuurlijk. Het ging over Tom Egberts. Tom Egberts. Dat is een kroonprins. Die laat zich niet piepelen. Piepelen? Oh, dat is erg. Dat is een uitspraak van hem? Ja. Als je dat zegt, dan ben je dus gepiepeld. Dat is waar, ja. Hij dat is heel erg gepiepeld. Dat klopt, daar staat hij. Dat is heel goed. Ja, dat soort mensen doen allemaal een baantje waar wij misschien allemaal jaloers op zouden zijn. Dat weet je wel, ja. Dit is wel mooi wat jij zegt. Hij is gepromoveerd tot meeloper. Hij is gepromoveerd tot meeloper. Ja, meeloper. Ga ik weer altijd even over nadenken. Meelopen. Altijd smeets aankondigen. Altijd een of andere vervelende smeets die vaak doet alsof hij de wereld heeft uitgevonden. Of niet soms. Ja, maar hij staat langs het veld met Cruijff te praten. Zou u dat niet willen dan? Nee, maar hij doet voortreffelijk zijn werk. Zou u dat niet willen ook stiekem eigenlijk? Ja, ik zou hem graag willen horen. Bij Arsenal, Barcelona. Zo hem graag willen. Want ze hadden nu een vreselijke verslaggever. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja, die even te Napel. Die zat overal doorheen te lullen. Ja, die had zo'n hele lijstje met clichés. Ik heb een déjà vu van hier totaal. Ja, man, je zag de wonderlijkste dingen. Wat die supporters van Barcelona. Laat dat eens even zien. Hou je mond. Op het eind bijvoorbeeld. En er was even al. Ja, maar vergeten. Ja. Toen dacht ik. Het is dat jij het zegt hoor. Maar... Ja. Zeg nou eens iets liefs over Ferdi. Gewoon, ik wil dat je dat nu. Is mijn broer? Ik speel wat op de mondharmonica. Ja, jij doet dat. En dan zeg jij iets liefs. Okay. Ja. Een romantisch muziekje. Je kan hem niet meer gebruiken in je naam, want hij zit. Hij zegt, voel me het maar vertel gewoon, dan doe ik dit en dan vertel jij iets moois over. Nee, maar gewoon iets liefs. Nou, iets liefs. Kijk naar hem als je dat zegt. Ja, iets moois. Ja, het is mijn broer. Is dat het? Nee, ik ben het is de intro. Ik zit aan het denken. Het is moeilijk om iets te bedenken. Wat leuk. Oké. Vroeger, toen ik klein was, was het een schat van een jongen. Ik weet het toch zo. Ik sleepte hem mee naar de kleuterschool in zijn lederhozen, want we woonden toen in Duitsland. Hey, mooi. En hij wilde maar
Hij wilde maar niet, hij wilde echt niet de klas in. Hij durfde niet. Maar... Je moet een beetje opschieten. Opschieten, het vrolijke gedeelte, Rob. Het vrolijke gedeelte. Dit was het vrolijke gedeelte. Oh, dit was het vrolijke gedeelte. Nu is het liefst, hè? Oké. Okay. En het is een schat van een jongen. Nou. Dit was het nieuws. Goedenavond.